Ik denk... Hanwee. Hanwee, jij bent... Ah! Nee, ik wist het. Yo mensen, mijn naam is Levi en ik zit hiernaast... Sterk. Wat we vandaag gaan doen heeft alles te maken met de Nederlandse YouTubers en YouTuberinnen, als dat een woord is. Geen idee. We gaan namelijk de Raad de YouTuber doen. Yes. Oké, hier liggen 4 kaartjes en op elk kaartje staan 4 plaatjes. En die 4 plaatjes omschrijven 1 YouTuber. Als wij weten wie de YouTuber is die omschreven wordt, dan moeten we op het belletje rammen. En dan mogen we het zeggen. En degene die de meeste punten heeft, die heeft gewonnen. De verliezer heeft een niet zulke leuke opdracht. Nee, die krijgt een gekke voedselcombinatie. Zin in. Zullen we steen, papier, schaar doen? Ja, is goed. Oké, één keer gewoon? Ja. Oké, een voetbal, een baby, Lil Kleine. Ja, oké, we zien een voetbal, een hamburger, Lil Kleine en een baby. Dan ga ik voor Monica Geuzen. Oh, dat is wel goed. Maar waarom staan er hamburgers bij? Ja, het is geen hele dikke meid of zo. Nee, maar ze eet wel altijd junkfood en zo. Ik heb ook vaak op de Insta zo foto's met de Mac en zo. En ook in al haar video's eet ze dus de hele tijd allemaal junkfood. Oké, we gaan naar het tweede plaatje. Nu mag je omdraaien. 3, 2, 1. Ik denk... Hanwee. Hanwee, jij bent... Ah! Nee, ik wist het. Ja, we zeiden tegelijk, dus in principe hebben we allebei een punt dan. Nee, ik vind het van mij. Het ging namelijk echt precies tegelijk. Ja. Ik denk... Hanwee, jij bent... Next. En jij mag omdraaien. Oké, 3, 2... Oké. Ik denk... Die klinkt al meteen, die weet niet eens wat ze ziet. Kurtje. Zou dat kunnen? Ik zag een regenboog. Dus typisch een Nederlander. Een regenboog, dus ik denk een bi of... Ja, ja, nou ja, een... Of tulpen. Marije Zuurveld of zo? ik zag een... Ja, geen idee. Nee, dat is ook niet... Nee, als je zo'n zure kop zag. Jeroen van Holland. Ik wou het echt... Oh! Tegelijkertijd in mijn hoofd. Ik dacht, Marije Zuurveld. Jeroen van... Oh. Oké, omdat ik meer punten heb, heb jij verloren, denk ik. Ja. Wat inhoudt dat je een strafopdracht moet doen? Geweldig. Heb je enig idee wat je moet doen? Ja, eten. Dat is niet zo erg. Nou, wel als het... Vies is. Vies is. Oké, nou kom maar door met het vieze eten. Ik zou zeggen, ga je gang en pak het lekkerste wat je eruit kan pakken. Ja, ik pak gewoon deze. Gerookte zalm en slagroom. Gerookte zalm vind ik echt erg. Lekker. Ja, ik ook, maar met slagroom er... Oh, dat is echt heel raar. Eén portie gerookte zalm met slagroom, alsjeblieft. Het ruikt echt mogelijk. Het stinkt echt, ja. Het ruikt... Gerookte zalm vind ik echt lekker. Ja. Slagroom ook. Het klopt beter. Maar gerookte zalm met slagroom? Nee. Maar hey, gelukkig hoef ik het niet op te eten. En is het allemaal voor jou? Nou, ik zie hier 5 stukjes, dus als je wil. Het zijn er inderdaad 4, maar verder gaat het idee. Neemt ook gewoon niet een klein stuk. Oh, godverdomme. Het is zo goor. Is het niet een nieuw gerecht nee, of zo? Nee, echt niet. Nee, dat is echt heel goor. Wil je het proberen? Nee. Ik ben oké. We gaan door naar de volgende ronde en ik hoop voor je dat je dan iets lekkerders voor je krijgt. Ik weet niet hoor, maar die ga ik toch echt wel even winnen. Oh. Denk maar, ik ga nog zo. Echt niet. Ronde 2, we krijgen geluidsfragmenten te horen van bekende YouTubers. En dan moeten we gewoon zo snel mogelijk op het belletje drukken als we weten van wie dat is. Ik vind dat we wel even iets moeten doen als je drukt en je weet het niet. Als je 3 punten hebt en je klikt even niet goed, heb je er 2. Oh ja, kom je in de min te staan, zeg maar, als je het niet dat goed hebt. Dat kan ook, ja. Oké, hier komt de eerste. Hey mensen! Dylan Hagens. Ja. Nee. Hey mensen! Ja, dat was heel makkelijk. Okay, we hebben dus allebei Dylan Hagens geraden. Ja. Wat inhoudt dat we allebei 1 punt hebben. Gelijkstand. Dus als we nu eentje fout hebben, sta je weer op 0. Oké. Volgende. Steve Verbles. Rutger Vink. Boom, Furtje. Wat zegt hij überhaupt? Steve Verbles. Steve Verbles. Dus dat is gewoon zijn ding, Fur van Furtje. Ja. Oké, nou, ja, sorry. Ja, ik ken hem. Ja, ik weet het niet.
Ik voel al een vies gerecht aankomen. Ja, want hoeveel staat het nu? Oh, 2-0. Oké, laten we doorgaan. Fragment 4. Oh, wow. Huh? Wat was dat? Oh, wow. Huh? Quinty. Nee, ik dacht... Quinty. Quinsing, toch? Plas. Zo. Ta-da-da-da. Wow. Huh? Oké, okay, dat was dus meisje Jamila. Oh, dat vond ik best wel erg, want die ken ik ook goed. Dus dat was een beetje... Ja, maar waarom maakt hij van die rare geluid? Ja, weet ik. Ja, dat hoort gewoon bij haar. In ieder geval komt het erop neer dat het 1-0 staat, met inhoud dat ik niet kon. Augurkensap met tonijnstukken, dat is gewoon lekker. Is dat lekker? Ja. Met tonijnstukken. De tonijn staat sowieso altijd op zuur, dus makkelijk. Het ruikt ook veel erger dan het is. Augurkensap met tonijnstukken. Eet smakelijk. Ja, het ziet er zo goor uit. Dit is echt gewoon zoete tonijn. Wil je nog een slokje? Nee. Misschien. Weet je het zeker? Nee hoor. Maar dit kan wel. Kijk hoe weinig het is. Ik ga het niet drinken. Ah, oh, jongen. Maar dit is oprecht gewoon lekker. Sorry. Oké, ronde nummer 3. We gaan in ronde 3 logo's / merchandise items van bekende YouTubers raden. Hebben we een logo van een YouTuber, dan zien we het logo en dan hopen wij te weten bij wie het logo hoort. Ze staan niet op de kaartjes. Voor mij mag jij me als eerste omdraaien en ik hou alvast mijn handje. Ja, ik ook. 3, 2, 1. Knolpower! Enzo Knol. Ja. Ja. Oh, nee. Ja, Knolpower is geen YouTuber. Ja, nee, daar heb je wel een punt. Jammer. En hou je hand erboven. Oh, ja, oké. Okay. Gio. Oh. Hamer hi Gio. Ja. Ja, beste merchandise item dat er denk ik is op deze planeet. Jij mag daar volgende omdraaien. Kelvin. Ik was eerder. Sorry. Oké. Okay. Paprika sokken. Ja, paprika sokken. Dat herkennen we, hè? Oké, omdat het de laatste ronde is en er 2-1 voor mij staat en het wel zo eerlijk is dat Sterre ook nog kan winnen, telt het de laatste punt voor 2. Dus Sterre kan mij nog inhalen zelfs met 1 punt of ik maak er 4-1 van. Ik ben benieuwd. Ik heb het al gezien. Chips. Nee. How do we? Ik heb dit gezien. Thomas? Is het dan Thomas? Ja, want ik wou Rutger eerst zeggen, maar die is wel... Ja, Thomas! Ka-ching! Ah, die heb ik al snel gehouden. Ah, die 3 punten. Shit. Kom maar door met het bakje eten. Vanille vlaam met uienmix. Ja, dan ga ik echt uit mijn bek stinken. Maar is goed, kom maar door. Ik vis de eitjes wel uit. Dames en heren, vanille vlaam met ui. Here we go. Ik heb hier tussen mijn benen een kotsbakje staan die ik zeer waarschijnlijk ga gebruiken. Ik wil echt niet eten, want het is niet lekker. Doe normaal, dit doe je me niet aan. Gadverdamme. Nou, gefeliciteerd in ieder geval. Wil je ook een hapje? Nee, dank je. Oké. Dames en heren, dit was het einde van de video, de Raad de YouTuber Challenge. Vond je het leuk? Jazeker. Ja, jij hebt in ieder geval gewonnen, dus dat scheelt alweer. Vond je dit een leuke video? Doe natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer hier beneden en vergeet niet meteen de notificaties aan te zetten. En wij zouden Joris tevreden zijn als we 2 superleuke items weggeven. Die komen hier in beeld. Wat moet je doen? Je moet in de comments alle door ons gegeten vieze combinaties van eten raden. En dan worden die items wellicht naar jou toegestuurd. En dit is de prijswinnaar van de vorige video. Gefeliciteerd! Vond je het leuk? Jazeker! Nou, wat moeten de mensen doen? Duimpje omhoog! Goed zo, tot de volgende keer! Doei! Doeg!